wel een beetje een speciaal moment dat je daar dan als eerste hier in ieder geval in Nederland mee mag vliegen. Ik ben ontzettend trots. Vliegbasis Geelserijen had donderdagmiddag een heuse primeur. Daar landde de allereerste gemoderniseerde Apache Echo gevechtshelikopter. De Delta-helikopter, de Delta Apache-helikopter, was dusdanig langdurig gebruikt dat het nodig was om te moderniseren. Maar ook om te zorgen dat we voor de toekomstige dreiging gewoon weer klaarstaan. De nieuwe Apache ziet er vanaf de buitenkant niet heel anders uit dan de versie hiervoor. De kracht van deze modernisering zit echt aan de binnenkant. We hebben alles vernieuwd. We hebben nieuwe sensoren aangebracht, nieuwe radarsystemen, nieuwe computers, nieuwe navigatiesystemen, nieuwe radio's, verbinding. Dus eigenlijk is alles gemoderniseerd, behalve de looks van de helikopter. De vorige helikopter was alweer meer dan 20 jaar oud. En hij wordt continu wel geüpdate en vernieuwd. Maar op een gegeven moment heb je gewoon weer een nieuwe helikopter nodig, waar je dus weer 20 tot 30 jaar mee verder kan gaan. Major Jean-Paul kreeg als eerste piloot in Nederland de kans om met de nieuwe gevechtshelikopter te vliegen. Geweldig. Het is volgens mij geen betere baan in de wereld om te hebben. Veel meer informatie die op je afkomt en hij gaat ook weer een stukje sneller en veel meer vermogen over. Ondanks dat het een aanvalshelikopter is, kan hij voor verschillende situaties ingezet worden. Het belangrijkste is dat we natuurlijk een taak hebben voor vrede en veiligheid wereldwijd. Dus ja, we kunnen wapens inzetten met een Apache, dat is het belangrijkste fenomeen. Maar de aanwezigheid van een Apache is vaak al afschrikwekkend voor de mogelijke vijanden. Bewoners rondom de vliegbasis hoeven zich geen zorgen te maken over het harde geluid. Het niveau is namelijk hetzelfde als van de vorige. Wat er natuurlijk in de afgelopen periode is geweest, is dat er minder Apaches hier geweest zijn. Dus er zijn ook minder vliegbewegingen geweest. En naarmate natuurlijk hier meer echo's naartoe komen, zullen ook die vliegbewegingen gaan toenemen. En voor wie benieuwd is naar het vliegen van de nieuwe helikopter? Iedereen kan hem vliegen. Je moet alleen wel even een selectie doen en een opleiding doen. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, schrijf je in en kom bij ons.